de nationale herdenking op 4 mei herdenken wij de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Allen, burgers en militairen, die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord. Zowel tijdens de Tweede Wereldoorlog en de koloniale oorlog in Indonesië, als in oorlogssituaties en bij vredeoperaties daarna. Jasmijn Helder, leerling van de scholengemeenschap Erasmus, draagt nu haar eigen gedicht voor, Jij en ik. Jij en ik. Ik ben veilig, jij bent in gevaar. Ik leef in vreugde en jij in angst. Ik denk na over wat we vanavond eten en jij probeert niet te verhongeren. Ik moet kiezen tussen het rode of het groene shirtje en jij moet kiezen tussen vluchten of vechten. Ik word stil. Jij moet in deze gruwelijke omstandigheden zitten. Alles hieraan is oneerlijk en alles hieraan is fout. Ik voel me schuldig. Ik kan niks doen aan de horror die jij hebt meegemaakt, maar toch voel ik me zo. Het geluk dat ik heb is immens. Dat moeten we wat vaker met z'n allen beseffen. Want wat jij meemaakt, heb je niet verdiend. Je hebt gewoon vreselijk veel pech. Jij moet leven met oorlog. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne, ruim een jaar geleden, werden al meer dan 10.000 kinderen weggevoerd. Ontvoerd, kun je beter zeggen. Gelukkig werden er ook velen herenigd met hun familie, maar velen zijn ook nog zoek. De verhalen en de beelden die we daarbij zien, die laten ons voelen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Het afgelopen anderhalf jaar hebben we gezien hoe gemakkelijk ook in ons werelddeel, nog geen paar uur vliegen hier vandaan, de oorlog in Europa opnieuw kan ontvlammen. Leven met oorlog in ons geheugen en in het hier en nu heeft grote impact op ons. Veel van onze grootouders, van onze overgrootouders, zijn gewoon, zou je kunnen zeggen, doorgegaan naar de oorlog. Maar bevrijd waren ze eigenlijk nooit. Niet alleen Joodse grootouders, maar ook Indische en Molukse grootouders. Ze leven en ze leven met een lodenlast. Thank you.
de scouting- en sportvereniging Homenetmen Almelo. Gemeenschap van het Apostolisch Genootschap Almelo. Dan dank ik nu u allen voor uw aanwezigheid hier vanavond. In het bijzonder de dirigenten en de leden van de mannenkoren en het orkest van Almelo. De trommelaars van de KAH die de stille tocht hebben begeleid. Alle leerlingen van de diverse scholen voor hun medewerking bij deze herdenking. En verder dank ik de erewachten van vanavond. De Natres, het Rode Kruis, de Jeugdbrandweer en het Veteranencomité Almelo. En de Welpen, Scouts en Explorers van de HJ Waterregge bedank ik voor hun hulp vanavond. Hiermede is deze plechtigheid officieel beëindigd.